Dank u. Nou, dames en heren, welkom bij alweer de 17e aflevering van Spinoza te paard. De vaste avond in het paard van Troje, waarin wij het gesprek aangaan met de top van de Nederlandse wetenschap. Afgelopen september werden ze weer uitgereikt. 4 Spinoza-premies, 2,5 miljoen euro voor een topwetenschapper te besteden naar eigen inzicht. Wetenschappelijk natuurlijk, ze kunnen er niet van op vakantie gaan. En hier bij Spinoza te paard willen wij natuurlijk weten, wie zijn dat? En wat doen die mensen? Nou, en vanavond gaan we reizen in de tijd en de ruimte, oftewel teleportatie. Nou, straks na de pauze gaan we met Jan van den Berg gaan we naar Mars. We gaan kijken naar Higgsdeeltjes, naar allerlei andere dimensies van tijd en ruimte. Maar we beginnen natuurlijk eerst met onze hoofdgast van vanavond. Want hij won zijn Spinoza-premie alweer in 1999. En momenteel is hij hoogleraar Theoretische Natuurkunde aan de Universiteit in Leiden. Het kan zijn dat u hem wel eens heeft gezien dat hij de Nationale Wetenschapsquiz heeft gewonnen. Dat is ook leuk. Of in 2005 toen hij stond bij Lowlands, op Lowlands University, voor 2.500 mensen uit te leggen wat de theoretische fysica wel niet allemaal doet. Nou, dames en heren, een hartelijk applaus voor Carlo Beenakker. Carlo, welkom. Trouwens, leuk je opkomstmuziek, de Year 2525. Waarom deze? Nou, dat gaat over de verre toekomst, 2525. En hoe het daar zal zijn, en dat is denk ik een vraag die velen van ons zich gesteld hebben of willen stellen, van hoe zou het zijn in de verre toekomst? En dan gaat het eigenlijk over, is dat bereikbaar voor ons, de verre toekomst? Ja. Dat is waar ik vanavond over wil praten. Ja, en het is natuurlijk ook hartstikke leuk dat je zo into science fiction bent. Hè? Bedoel, ik ben niet alleen hoogleraar theoretische fysica, maar ook helemaal into the science fiction. Maar goed, Spinoza-prijs krijg je daar niet voor natuurlijk. Met name door je verdiensten in de nanofysica. Het zijn hele kleine dingetjes. Wat doet een nanofysicus? Nano is superklein. Dat is Nog 100 keer kleiner dan 1000 keer kleiner dan bijvoorbeeld de top van een haar. Hmm. En ik vraag me af wat er gebeurt als je dingen zo klein maakt. En we weten natuurlijk allemaal dat klein is mooi, hè? Ik bedoel, een kleine chip die in je computer zit of in je mobiele telefoon zit en waardoor die geweldig krachtig is. Klein is mooi, klein is ook bijzonder. En het is een hele wondere wereld waar je eigenlijk zelf niet in kunt rondlopen, maar wel over kunt nadenken van hoe die wereld eruit ziet. En daar probeer ik met mijn studenten in Leiden onderzoek aan te doen. Want feitelijk ben je theoretisch natuurkundige, maar je komt nog wel eens in een laboratorium. Ja, ik probeer die wereld van de nano, die is zo klein, daar kun je zelf niet rondlopen. Dus daar kun je misschien met een microscoop naar kijken. Of gewoon door na te denken van hoe die wereld eruit ziet, een beetje proberen die wereld te beschrijven als een soort ontdekkingsreiziger, zonder dat je er ooit voet kunt zetten. En dat doe ik, dus ik zit achter mijn bureau met misschien een computer. En verder denk ik na, en mijn studenten denken ook na. En dan af en toe dan verzinnen we wat en dan gaan we bij iemand die zo'n mooi microscoop heeft kijken of die dat ook ziet. En ik vind dat zelf erg leuk, want ik ben niet zo vreselijk handig, dus je moet mij niet in een lab achter zo'n microscoop zetten, dan maak ik hem kapot. Oh, okay. En daarom is het gewoon goed dat ik gewoon veilig achter een pc zit, daar kan ik geen kwaad. Nee, okay. Een van de onderzoeksgebieden waar je op richt is grafeen. Wat is dat en wat kun je daarmee? Ja, iemand die de krant gelezen heeft de laatste tijd weet dat grafeen heeft de Nobelprijs gewonnen. Dat was zelfs een Nederlander die hem gewonnen heeft. Grafeen is het dunste materiaal ter wereld, 1 atoom dik. En ik vermoed dat over een jaar of 10 of zo alle touchscreens, dus je screen van je iPad of van je gevoelige, tastgevoelige telefoon, dat die gemaakt zijn van dat ultieme dunste materiaal. Het is ook vreselijk goedkoop, want het is gewoon koolstof. En dus het dunste, krachtigste, mooiste materiaal ter wereld. Dus dit is, laten we zeggen, voor de nanoscience, wat plastic voor het gewone leven van alle dag is. Dat wordt grafeen, dat is de voorspelling, dat wordt grafeen voor de nano. Oké, nou dames en heren, houd in de gaten, grafeen komt eraan. Carlo, we gaan nu reizen in de tijd. Ik ben ontzettend benieuwd naar je verhaal en ik zie u zo weer terug. Tot zo. Ja,
tijdreizen. Wij zijn allen, zoals we hier zitten, tijdreizigers. We reizen naar de toekomst met een snelheid van 1 seconde per seconde. Nou, voor deze wijsheid bent u niet hier gekomen en heeft u geen 8,50 euro betaald. Wat natuurlijk wel aardig zou zijn, is als we die snelheid een beetje zouden kunnen opvoeren. Hè? In plaats van naar de toekomst met 1 seconde per seconde, misschien naar de toekomst met snelheid van zeg 1000 jaar per seconde of zo. Dat schiet op, hè? Of 100 jaar per seconde. Zodat we een beetje kunnen zien over hoe het zal zijn hier op aarde over 100 of 200 of 300 jaar. En misschien ook die machine eens achteruit zetten. En eens te kijken hoe het echt was hier in Den Haag, in de Gouden Eeuw bijvoorbeeld. Of hoe de Germanen leefden, of misschien nog wel verder terug hoe de piramides gebouwd werden. Dat is een fantasie. Reizen door de tijd is een fantasie. De tijd die stroomt. Reizen door de ruimte, dat vinden we hartstikke gewoon. Hè? Dat de hele wereld nu aan onze voeten zit. Dat als ik hier in de trein stap, hier in Den Haag, dat ik in 2,5 uur in Parijs ben. En als ik in het vliegtuig stap, dat ik in even zo lange tijd misschien ergens in Amerika zit. Reizen door de tijd kunnen we heel goed. Reizen door de ruimte kunnen we heel goed. Maar reizen door de tijd, dat is toch een soort onmogelijkheid. Nou, waar ik vanavond een beetje met u over van gedachten wil wisselen, dat zijn twee dingen. Ten eerste, is het alleen maar heel erg moeilijk reizen door de tijd of is het echt onmogelijk? Dat is vraag nummer 1. En vraag nummer 2, oké, stel dat het zou kunnen ooit reizen door de tijd. Wat voor soort gekke dingen kun je dan verwachten? Hè? Op de aankondiging van de poster, u heeft hem wel gezien, daar stond de grootvaderparadox. Ik denk dat de meesten van u al weten wat dat is, de grootvaderparadox. Ik reis terug naar het verleden, vermoord mijn grootvader. Waarom niet mijn vader? Nou, dat zou te heftig zijn. Vermoord mijn grootvader. En hoe kan het? Hoe kan ik dat gedaan hebben? Want als ik mijn grootvader vermoordde, dan was ik er niet. Dat is een soort paradox, hè? Dus dat is afgezien van de vraag of het technisch wellicht mogelijk is. Is het misschien logisch onmogelijk? Dat zijn interessante vragen om even over te filosoferen. En dat wil ik met u doen. En om te beginnen een cartoon om aan te geven wat voor soort paradox we dan over hebben. Dus je ziet hier, het is binnenkort Sinterklaas. En ik weet niet wat voor cadeautje ik zal geven aan degene die ik getrokken heb. Dus ik reis even met een tijdmachine naar 5 december om even te kijken wat ik ga geven. En dan weet ik het weer. Dan denk je, wacht eens even, dat kan toch niet? Als je naar de tijd, naar de toekomst reist om te kijken wat je gaat geven terwijl je het niet weet. Dit zit niet goed. Nou, dat probeert deze cartoon aan te geven. En Isaac Asimov, mijn eigen interesse in tijdreizen is gekomen doordat ik als jochie science fiction boeken las. En mijn favoriete science fiction auteur was Isaac Asimov. Ik las alles wat hij geschreven heeft. En die wilde niks weten van tijdreizen. Die vond het een goedkope truc. Als je bijvoorbeeld een plot gemaakt had, een verhaal. En het was mislukt of zo. En je held was doodgegaan of zo. En dat vond je eigenlijk wel heel vervelend dat je held doodgegaan was. Dan in het volgende deel van je boek, dan laat je gewoon teruggaan in de tijd. En laat je dat even ongedaan maken. En met name op de tv, in Star Trek of zo, wordt dat nog wel eens gebeurd. Hè? Dan gaan alle helden dood. En je weet, dat is heel vervelend als je een serie hebt en de held gaat dood. Want dan is die serie voorbij. En dan ga je gewoon terug in de tijd en dan maak je dat ongedaan. Nou, dat vond Asimov iets verschrikkelijks. En dit is een citaat van hem. Als tijdreizen zou kunnen, dan is er een volslagen irrationele chaos, dan staat niks meer vast. En dus hij was ervan overtuigd dat het gewoon puur logische redenen nooit zou kunnen. Nou, daar zal ik nog op terugkomen. Tijdmachines, want daar praten we eigenlijk over. Als we reizen in de tijd, dan hebben we een machine nodig. Als ik reis door de ruimte, heb ik ook een machine nodig, een raket of een vliegtuig. En reizen door de tijd, het gaat precies zo. En deze professor heeft er misschien een uitgevonden, gezien wat hij allemaal aan de muur heeft hangen. Maar het is eigenlijk pas vrij recent dat we er op die manier over nadenken. Dat je door de tijd reist door middel van een machine. Als je gaat kijken naar het eerste boek waarin reizen door de tijd gebruikt wordt. Als truc, zeg maar. Om een aardige plot te hebben. Dat is een boek van Mark Twain. Ik heb het zelf gelezen als jochie, misschien dat u het kent. Dit is het boek. Het gaat over een Amerikaan, een Yankee. Die een klap op zijn kop krijgt en dan wakker wordt in de middeleeuwen in het rijk van koning Arthur. Dat is eigenlijk best aardig. Een beetje hetzelfde idee als kruistocht in spijkerbroek. Hè? Je komt terug ergens in de middeleeuwen. En dan is de vraag, kan je met de kennis die je hebt, kan je dan iets doen daar? Hè? Bijvoorbeeld stel, u gaat terug in de middeleeuwen en u weet alles van computers. Kunt u daar veel mee? Nou, waarschijnlijk niet. Want ik denk niet dat iemand hier weet
zou kunnen een computer maken als je gewoon zomaar in de middeleeuwen terechtkomt. Dus dat is helemaal niet zo voor de hand liggend hoe dat dan zou moeten. Hè? En deze Yankee, zijn truc is dat hij weet wanneer een zonsverduistering zal zijn. En op die manier weet hij indruk te maken op de koning en wordt hij belangrijk. In Kruistocht in Spijkerbroek is de held die weet hoe je buskruid moet maken. En dat is ook best nuttig. Hè? Maar het is helemaal niet zo triviaal als we werkelijk terug zouden gaan naar de middeleeuwen, dat we onze kennis echt zouden kunnen gebruiken. Dus daar kun je een aardig boek over schrijven. Maar de manier waarop deze Amerikaan terugging naar de middeleeuwen was een klap op zijn kop, was geen machine. Omdat Mark Twain, die wist heus wel, dat is gewoon een verzinsel. Er bestaat niet zoiets als een tijdmachine. Toen kwam de industriële revolutie, 19e eeuw. En toen realiseerde men zich dat machines, die kon je gebruiken om dingen te doen die je gewoon met je handen niet kon. Stoommachine, trein, machines om te oogsten. En toen kwam dus het volgende science fiction verhaal, dat was van H.G. Wells, bekende science fiction auteur, die een boek schreef en dat heette The Time Machine. En dat is meerdere malen verfilmd, een hele bekende film. Dat gaat dan niet over een tijdmachine naar het verleden, maar een tijdmachine naar de verre toekomst. Hè? We zien daar staan in het jaar 800.000. Nou, in het jaar 800.000, dan komt hij allerlei vreselijke wezens tegen en beleeft allerlei bizarre avonturen. Maar het aardige is, u ziet, het was echt een machine. En hier die foto die u daar rechts ziet, dat is die machine uit dat boek en uit die film. Dus typisch een soort machine uit de 19e eeuw, een soort Victoriaanse machine. En u ziet daar een soort rad waar je aan moet draaien en dan kun je getallen aangeven. En dan zet je in het jaar 800.000 en dan vertrekt die machine naar de toekomst. Dat was al een stap verder. Geen klap op je kop, maar echt een apparaat. Maar als je aan meneer Wells gevraagd zou hebben van, nou, hoe zou dat dan moeten werken, die tijdmachine, dan zou hij gezegd hebben, ja, ik heb geen idee. Want er was helemaal in de wetenschap, men wist alles van stoommachines, maar er was in de wetenschap geen handvat waarmee je een tijdmachine zelf zou kunnen beginnen om erover na te denken. En dat veranderde sinds in 1905. Dus de wetenschappelijke geschiedenis van tijdreizen is begonnen. Dus de literaire geschiedenis van tijdreizen is begonnen in de 19e eeuw. De wetenschappelijke geschiedenis van tijdreizen is begonnen in het jaar 1905. En de held die dat heeft mogelijk gemaakt was deze meneer hier. En dat is Einstein. En Einstein die ontdekte eigenlijk puur op dezelfde manier, op een heel ander niveau natuurlijk, maar op dezelfde manier waarop ik werk, gewoon met pen en papier, dus zonder proeven te doen, gewoon door na te denken, ontdekte hij dat tijd en ruimte eigenlijk hetzelfde is. Dat is de beroemde relativiteitstheorie van Einstein. Dat wordt hier ook een beetje aangegeven. Is een klok die helemaal vervormt. Hè. En als tijd en ruimte hetzelfde is, ja, aangezien we door de ruimte overal heen kunnen, het kan misschien heel erg moeilijk zijn, heel erg lang duren, maar we kunnen door de ruimte overal heen reizen, ontdekte Einstein dat het in principe mogelijk zou moeten zijn om door de tijd te reizen. En dat maakte alles anders. Sinds 1905 hebben we een soort raamwerk waarin we kunnen filosoferen over tijdmachines zonder dat we hoeven te praten over een klap op je kop of een of andere gekke auto die dat dan voor je zou doen. En hoe zou dat dan in zijn werk moeten gaan? Nou, dan moeten we een onderscheid maken tussen tijdreizen naar de toekomst en tijdreizen naar het verleden. Het zijn twee heel verschillende soorten reizen en ook de manier waarop het zou moeten is totaal anders. Dus het voertuig, een tijdmachine naar de toekomst, is inderdaad een voertuig, dat is een raket. Niet helemaal gek, hè? Dus als volgens Einstein tijd en ruimte hetzelfde is, dan zou hetzelfde apparaat wat je door de ruimte laat reizen, zou je ook in staat moeten stellen om door de tijd te reizen. Dat is ook zo. Dus elke raket is een tijdmachine naar de toekomst. En de manier waarop dat werkt, dat is dus een van de ontdekkingen van Einstein geweest, dat als je snel beweegt, dat je klok, je horloge, bijvoorbeeld het horloge wat hier ligt, waar ik af en toe kijk om er zeker van te zijn dat ik op tijd eindig, hè? Ik moet me ook aan de tijd houden. Diezelfde klok, als ik me snel zou bewegen, als ik deze klok nu zou rondslingeren, ja, ik zou het niet kunnen zien, want hij is niet zo nauwkeurig, maar als hij super nauwkeurig zou zijn, dan zou ik zien dat hij langzamer tikt. En bijvoorbeeld die hele nauwkeurige klokken die we gebruiken om bijvoorbeeld een TomTom of een GPS mee te oriënteren, die moeten er rekening mee houden. Die draaien om de aarde en die moeten er rekening mee houden dat die klok iets langzamer tikt dan de klok hier op aarde. Nou, hoe kun je dan een tijdmachine maken? Nou, dat is eigenlijk vrij simpel. Ik stel me voor dat ik een of andere verre ster heb, dat ik met die raket naar die ster ga en weer terug. Dat is best moeilijk, we kunnen het niet echt op dit moment. Maar daar gaat het even niet om. Het gaat er niet om of het moeilijk is, het gaat om of het kan. In principe. Nou, ik heb dus die raket. Ik heb er staan versnelling van 1G. Die raket gaat natuurlijk heel hard, maar die begint vanuit stilstand. Dus ik stel me voor dat die raket gewoon met dezelfde versnelling als waarmee je hier op aarde
naar beneden getrokken wordt, dat hij sneller en sneller en sneller gaat. Dus hij gaat sneller en sneller en sneller, maar op een vrij geleidelijke manier, zodat we het overleven. Als de raket te hard zou gaan, dan zouden we het niet overleven. En nou ja, die ster die zou bijvoorbeeld 4 lichtjaren weg kunnen zijn. U weet, misschien de dichtstbijzijnde ster is 8 lichtjaren. Dus 4 lichtjaren is eigenlijk al, er is geen ster zo dichtbij. Lichtjaar wil zeggen dat het licht er een jaar over doet. Maar er zijn ook sterren die verder weg zijn, 10 of 100 of 2000 of 30.000 lichtjaren. En die raket die doet er een tijdje over natuurlijk. Die ster van 4 lichtjaren heen en terug doet die 7 raketjaren over. Wat ik daarmee bedoel is, die persoon die in die raket zit, die maakt die reis naar die ster, die komt weer terug. Dan is hij 7 jaar ouder geworden. Maar hier op aarde zijn er 12 jaar voorbij gegaan. 12 jaar. Nou, dat is niet echt een tijdmachine, maar het is iets wat je waarschijnlijk zou merken. Hè? Ik bedoel, ik maak die reis, ik kom terug, ik ben 7 jaar ouder geworden en mijn familie en al mijn vrienden zijn 12 jaar ouder geworden. Nou, misschien dat je het merkt, misschien niet, dat weet ik niet. Hè? Maar dan gaan we nog iets verder. Dan gaan we bijvoorbeeld naar een ster die 10 lichtjaren weg is. Dan doet die reis, die doet er ongeveer 10 jaar over, want die raket die gaat op den duur gewoon net zo hard als het licht. En als ik dan terugkom, ben ik 10 jaar ouder geworden en dan is mijn familie 25 jaar ouder geworden. Nou, dat ga je merken. En dan ben je echt een goed geconserveerde oude vent. Hè? Maar goed, dat is nog steeds niet heel erg spectaculair. Maar het wordt wat spectaculairder als die raket wat verder is. Hè? Bijvoorbeeld al als die ster 170 jaar weg is en ik maak die reis, dan ben ik 20 jaar onderweg. En als ik terugkom, dan is er niemand meer die ik kende. Want ik ben 20 jaar weg geweest. Maar hier op aarde is de tijd 350 jaar verder gegaan. Nou, dat begint dan een aardige tijdmachine te worden. En je kunt nog veel verder. En zelfs zoiets iets ongelooflijk vers als 60.000 jaar in de toekomst. Ja, dat zou nog steeds mogelijk zijn. En u ziet, daar staan raketjaren 50. Dus dat is ongeveer de grens. Hè? Dus we kunnen met deze tijdmachine niet oneindig ver naar de toekomst. Maar dit gaat goed. Dus daar doe ik 50 jaar over. En hier op aarde is het 60.000 jaar verder gegaan. Nou, dat is een behoorlijke tijdreis. Oké, ik kijk om me heen, ik zie van alles. En wat wil je dan? Nou, ja, terug toch om het te vertellen wat je al hebt meegemaakt. Dat is toch de hele aardigheid ervan. De aardigheid ervan is om in die toekomst te kijken. Niet, denk ik, om daar dan te blijven. Dat lijkt me niet leuk, eigenlijk gezegd, toch? Je wilt terug om het te vertellen. En dat is een probleem, want dat staat hier nergens. Ik zeg, moet die raket harder gaan? Nee, dat heeft geen zin. Die raket gaat al zo hard als die maar kan. Weet je wat je zou willen? Je wilt dus dat die klok niet alleen maar steeds langzamer gaat, maar dat die klok dan achteruit gaat lopen. Maar dat gaat niet helaas met een raket. Dus die klok die gaat langzamer en langzamer en langzamer en langzamer en langzamer. En op een gegeven moment staat die bijna stil, maar terug gaat die nooit. Om terug te gaan zou je harder moeten dan het licht. Als je met de snelheid van het licht gaat, dus 300.000 km per seconde, dan staat die klok stil. En je zou harder moeten dan het licht om terug te gaan in de tijd. Maar, zegt Einstein, dat verbied ik u. Althans, hij zegt, de natuur verbiedt ons dat. Nou is het zo met natuurwetten. Hè? Dus ik geef college in Leiden in de natuurwetten. En een college wat ik al geef, al een tijdje. Dat zijn natuurwetten die zijn ontdekt door een zekere meneer Maxwell in 1880. Dus in Leiden, ja, niet in Delft of zo, maar in Leiden krijg je stof uit 1880. Nou zou je zeggen van, oké, laten we maar alsjeblieft naar een modernere universiteit gaan, hè. Waarom doen we dat? Waarom geven we college uit een theorie die in 1880 bedacht is? Nou, ik zal je dat vertellen. Dat is het aardige van natuurkunde. Als je eenmaal een natuurkundige wet hebt, dan is die altijd waar. Dan doet het helemaal niet toe of die in 1880 ontdekt was of in 1700. Doet er niks toe. Dat is gewoon een wet die waar is. De wet van Archimedes, waar je misschien van gehoord hebt, die is ontdekt door meneer Archimedes in Bad, ergens in het jaar, weet ik, voor honderden jaren voor Christus. Die is nog steeds waar. Dus, en dat is dus het aardige van natuurkunde, maar dat maakt het gelijk ook wel heel moeilijk. Als Einstein ons vertelt, reizen sneller dan het licht is onmogelijk, dan is het altijd onmogelijk. Dan is het dus niet meer een kwestie van, laten we hard nadenken, laten we slim zijn. Nee, dan kan het nooit, dan kan het over 1000 jaar nog. En dat is dus de vraag waar we dus mee worstelen als natuurkundigen. Een tijdmachine naar de toekomst kan, maar een tijdmachine naar het verleden, kan die niet omdat we niet weten hoe het moet? Of kan die niet omdat er een wet is die het ons verbiedt, ten alle tijden? Dat is een belangrijk onderscheid. Niet zo'n praktisch onderscheid, maar wel een heel fundamenteel belangrijk onderscheid. Nou, laten we eens kijken of we er misschien een uitweg over kunnen vinden. Kijk, je kunt niet sneller gaan dan de tijd, hè? Niet sneller gaan dan het licht, neem ik kwalijk. Dus dan zou je zeggen, oké, dat kan niet. Maar slimme mensen hebben daar een uitweg op gevonden. Die uitweg die staat hier. Dus net als met wetten, hè, de gewone wetten, hè?
Dat is misschien een wet die zegt iets mag niet. Hè, belastingwetten of zo. En af en toe vindt iemand een men noemt dat dan een maas in de wet. Of een omweggetje. En dan moet die wet weer gerepareerd worden. Zo is het eigenlijk een beetje ook met de natuurkundige wetten. Dus die natuurkundige wetten die gelden altijd. Die kun je niet breken. Maar je kunt misschien wel een manier vinden om eromheen te gaan. Het is een hele slimme manier om eromheen te gaan. Dus ik zit, dit is een beetje het heelal. Ik heb het heelal voorgesteld alsof het op een vlak zit, omdat ik het anders niet kan tekenen. Want ik wil het heelal namelijk opvouwen. Dus het heelal is natuurlijk driedimensionaal, maar dat kan ik niet tekenen, dat ik het opvouw. Daarom teken ik het op een vlak. En ik heb het opgevlakt. Je ziet de sterrenstelsels. En daarbovenin zitten wij bijvoorbeeld. En ik wil helemaal naar die onderkant wil ik reizen. En dan kan ik zo doen door zo helemaal buitenom te gaan. En dat doe ik heel lang over. Maar wie weet dat er een soort tunnel is die me in staat stelt om heel snel die afstand af te leggen. Zo'n tunnel heet een naam, die heet een wormgat. Ja, wormgat, waarom? Het soort idee dat een worm dat geboord heeft, zo'n grap. Het is natuurlijk niet echt een wormgat, maar zo heet hij. En nou, zo zie je, zo kan ik van dat sterrenstelsel daarboven komen bij dat sterrenstelsel beneden, op een hele snelle manier. En effectief ben ik dan sneller gegaan dan het licht. Ik heb die hele grote afstand buitenom, die enorme afstand, die heb ik in hele korte tijd afgelegd. En dat is een truc. En op die manier zou je een tijdmachine kunnen maken. Nou, hoe zou dat er nou uitzien? Dus je ziet hier dus een soort nep wormgat. Maar hoe zou het er nou uitzien als hier werkelijk, hier bijvoorbeeld in het paard van Troje, een wormgat zou zijn? Hè? Hier bijvoorbeeld, hier. Hoe zou dat eruit zien? Nou, ik heb op internet gekeken of er plaatjes waren van wormgaten. En ik heb er eentje gevonden. Dit is in Manhattan. Oké, het is niet het paard van Troje, het is New York. Dus dat zou er dan zo uitzien. Dus dit is New York. En u ziet daar de Sahara. Dus het is je moet zich voorstellen, het is een gat in de driedimensionale ruimte. Ja, dus dat had ik net op dat vel papier getekend, omdat dit is een veel mooiere tekening, die kan ik niet maken. Dus, maar zo zou het eruit zien, dus een gat in de driedimensionale ruimte. Als je daar doorheen stapt, dan kom je terecht in de Sahara. Dan heb je dus die hele grote afstand, helemaal van Amerika ergens naar Afrika, heb je afgelegd in no time. Dan zeg je, oké, dat is reizen door de ruimte, daar gaan we het toch straks over hebben? Dat is waar, straks gaan we het over hebben, maar... Tijd en ruimte houdt met elkaar verband. En deze reis door de ruimte, waarbij ik in principe sneller gegaan ben dan het licht, want ik heb die hele grote afstand afgelegd in een hele korte tijd, dat betekent ook dat ik op een hele andere tijd terechtgekomen ben. En nou hangt het er maar precies om van hoe dat wormgat eruit ziet, of ik dan in de toekomst of in het verleden terechtkom. Maar ik zou heel goed, het zou best kunnen als ik er doorheen stap, dat niet de Sahara is van nu, maar de Sahara van de Egyptenaren. En dat ik ze zie dat ze daar piramides aan het bouwen zijn. En als ik dan weer terugkom, kan ik er iets over vertellen. Dus die wormgat, dat is de tijdmachine naar het verleden. Dan zou je zeggen, oké, dat is mooi. Waar vind ik zo'n wormgat? Nou, die wormgaten die maken ze op dit moment die grote versneller in CERN, in Genève. Nee, dat is niet waar. Nou, misschien wel hoor, misschien wel. Hele kleine wormgaten. Hele kleine wormgaten. Het feit is dat we niet precies weten of een wormgat wel zou kunnen bestaan of niet. Dus er zijn verschillende mensen die hebben theorieën gemaakt van wormgaten. Zoals ik dat doe, gewoon met pen en papier, hè. Maar je ziet al gelijk, er zit toch een bepaalde beperking aan. Je kunt op papier uitrekenen dat zo'n wormgat wellicht wel zou kunnen bestaan. Maar totdat je hem gevonden hebt, blijft het natuurlijk pure speculatie. En dat is eigenlijk een beetje waarin het veld zich nu bevindt. Dus er is nog nooit een wormgat gevonden. Wie weet dat ze niet bestaan? Wie weet dat we op een gegeven moment bewijzen dat ze niet bestaan? Of wie weet dat we er eentje vinden? Nou, als we er eentje vinden, wil dat niet gelijk zeggen dat we nou een tijdmachine hebben. Misschien dat het wormgat zo klein is, dat bijvoorbeeld alleen maar een heel klein elektron bijvoorbeeld doorheen kan, een heel klein deeltje. Maar als ze toch al heel aardig zijn, hè? Als we een elektron ergens doorheen kunnen sturen, dat die dan in het verleden opduikt. Dat is een Nobelprijs. Dat is geen Spinoza-prijs, dat is een Nobelprijs. Ja. Maar dus dat weten we niet. Hè? Dus dat is eigenlijk een beetje de stand van zaken van de wetenschap. Dus ik vat even samen, dat is dus het eerste deel wat ik u wilde vertellen. Dan in het slot vertel ik u nog iets over de paradoxen. Dus de samenvatting is dit. Reizen naar de toekomst, ja dat kan. Het is moeilijk. Maar we hebben een tijdmachine naar de toekomst, gewoon een raket. Reizen naar het verleden, weten we niet hoe dat moet. Het zou kunnen met een wormgat als die bestaan. Als we kunnen bewijzen dat ze niet bestaan, dan is de deur dicht. En als we er eentje kunnen vinden, nou ja, of we nou werkelijk in staat zijn om echt grote voorwerpen naar de toekomst, naar het verleden te laten reizen, dat weet ik niet. Maar dan is het in principe mogelijk. En dat is iets wat we in de loop van de komende jaren of decennia wellicht zullen vinden. Of een wormgat bestaat niet, of het misschien helemaal onmogelijk is. Nou, dan heb ik nu nog een beetje tijd. En dan wil ik u nu even stel je voor dat het kan. Oké, er is zo'n tijdmachine. Nou, kun je jezelf een aardige vraag stellen. Oké, stel, er is een tijdmachine naar het verleden bijvoorbeeld. Dat vind ik eigenlijk nog wel iets interessanter dan naar de toekomst. Hè. En het is heel erg kostbaar. Dus ik kan bijvoorbeeld 1 keer in mijn leven kan ik maar zo'n reis maken. Ik ben 25 jaar getrouwd, mijn kinderen hebben gespaard. En ik krijg cadeau een tijdreis naar het verleden. Waar zou je dan heen willen gaan?
Dat is helemaal niet zo'n voordeel, helemaal niet zo'n makkelijke vraag. Hè? Je zegt, oké, dan wil ik naar Den Haag, 1400. Dan kan ik verzekeren één grote stinkende rotbende. Ja, zo was het toch, een stad in de middeleeuwen. Vreselijk, vreselijk. Dan hoef je niet voor een tijdmachine, dan kun je gewoon ergens naar India gaan. Dan hebben ze nog wijken waar het er zo is. Ja. Dus een interessante reis naar het verleden is helemaal niet zo voor de hand liggend. Helemaal niet voor de hand liggend. Dus kun je ook nadenken, wat bijvoorbeeld, wil ik misschien niet iets zien, maar wil ik iemand zien? Is er bijvoorbeeld een persoon uit het verleden die ik zou willen ontmoeten? Een voorvader van mij, mijn grootvader die ik nooit gekend heb, mijn vader die ik nooit gekend heb. Of misschien verder terug, iemand, Spinoza zelf. Ik zou best wel Spinoza willen ontmoeten, een heel indrukwekkende man. Zijn huisje staat in Rijnsburg, niet ver van waar ik werk. Een heel indrukwekkend huisje. Ik zou hem best wel eens willen ontmoeten met hem praten. Veel interessanter dan ja, om een of andere veldslag te zien. Maar goed, maar dat is niet echt een leuke vraag, waar je zo misschien over de pauze over na kunt denken. Maar waar ik nu eigenlijk over wil nadenken is stel je eens voor dat zou kunnen, reizen naar het verleden. Krijg je dan niet allerlei bizarre paradoxen waarbij het logisch onmogelijk zou zijn? Tot nu toe had ik het over de fysische mogelijkheid of onmogelijkheid. Maar misschien is het logisch onmogelijk. Nou, daar heb ik een film misschien dat jullie kent, dat is weer een wat oudere serie, Back to the Future. Er wordt er wel op tv nogal vertoond. Marty McFly, die heeft een andere auto. En daarmee reist hij bijvoorbeeld naar het verleden of naar de toekomst. In dit geval reist hij naar het verleden en dan ziet hij de Indianen. Dus hij gaat met die auto en hij vertrekt van een plein, dat is van een supermarkt. En dat plein, daar staat een bord, dat heet Twin Pine Mall. Supermarkt, Twin Pine, twee pijnbomen. En je ziet ook twee grote pijnbomen, daarom heet hij zo. Nou, dan reist hij met die auto, gaat hij heel snel, botst hij tegen een van die bomen aan, die boom die verbrijzelt hij helemaal, en dan komt hij daar terecht, precies met allemaal van die Indianen, en dan beleeft hij allemaal hele spannende dingen. Daarna gaat hij weer terug naar zijn uitgangspunt, en dan ziet hij tot zijn verrassing, de naam van het plein is niet meer Twin Pine Mall, maar Lone Pine Mall, eenzame pijnboom supermarkt. En hij ziet inderdaad, er zit ook maar één pijnboom, één boom, en één dennenboom, en hij weet, dat klopt, want die andere die heb ik kapot gereden. Maar dat is eigenlijk gek, hè? Want of hij vertrok van een plein met twee bomen, of hij vertrok van een plein met één bomen. De logica klopt gewoon niet. Nou, dit is niet de grootvaderparadox, maar de grootvaderparadox is gewoon een variant hierop, een wat dramatische variant. Ik ga naar het verleden, vermoord mijn grootvader. Wacht eens eventjes, hoe kon ik dan naar het verleden reizen als ik mijn grootvader vermoordde? Dus er zit een inconsistentie in, iets wat niet kan. Nou, en helemaal afgezien nog van of het natuurkundig kan, als het logisch niet kan, nou, dan zal het waarschijnlijk gewoon echt niet kunnen. Want er wordt wel eens iets gezegd over een almachtig iemand, zeg maar, God kan geen vierkante cirkel maken. Dat is een bewering uit de filosofie. Daar bedoelen ze ook mee, ook iemand die almachtig is, kan niet iets doen wat onlogisch is, een vierkante cirkel. Nou, precies zo. Dus er zit een iets wat niet klopt. Nou, daar hebben mensen over nagedacht. En het antwoord hierop is dat je wel degelijk tijdreizen in een logisch wereldbeeld kunt passen, mits je maar eist dat het consistent is. En dat, wat wil dat zeggen? Heel eenvoudig. Dat wil zeggen dat het toekomst invloed heeft op het verleden. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Dat het verleden invloed heeft op het heden, dat snappen we, en op de toekomst. Als je kunt tijdreizen, is er natuurlijk geen verschil meer tussen wat oorzaak is en wat gevolg. Kijk, dat is de reden waarom wij zeggen, toekomst kan geen invloed hebben op het verleden, is omdat we hebben oorzaak en we hebben gevolg. Er zit een volgorde in. Maar als je kan tijdreizen, is die volgorde weg. Dan is er geen volgorde meer tussen oorzaak en gevolg. Dus als dan het verleden invloed kan hebben op de toekomst, moet ook de toekomst invloed hebben op het heden. Dan laat ik u dan zo'n voorbeeld geven hoe dat zou gaan. Stel je voor, ik word wakker, ik ga naar buiten, de krant ligt bij mij op de deurmat. Ik pak de krant op, ik sla hem open, ik zie mijn overlijdensadvertentie. En kijk naar de datum en ik zeg, ik heb een krant uit de toekomst gekregen. Het is een krant van 17 november 2010. Hallo, die ligt daar bij mij op de deurmat, 16 november. Ik zie een krant van 17 november, ik zie mijn overlijdensadvertentie. Er zijn er twee mogelijkheden. Mogelijkheid A, ik krijg een hartaanval en ik sterf. Nou, volledig consistent. De toekomst heeft invloed gehad op het verleden, want ik heb die hartaanval gekregen omdat ik die advertentie las. Maar alles klopt, ik ben dood. Wat niet consistent zou zijn van, oh jee, er gaat vandaag iets heel ergs gebeuren. Ik ga zeker niet de straat op, ik ga niet achter het stuur zitten. Ik kruip in mijn bed, ik doe de deur dicht, ik beantwoord geen telefoon, doe geen deur open, om te zorgen dat ik deze dag veilig doorkom. En ik overleef het. Nee, dat is niet inconsistent. Dat is niet consistent, dat kan niet.
Dus je kunt wel degelijk met tijdreizen een consistent wereldbeeld hebben, mits je toestaat dat de toekomst invloed heeft op het verleden. Nou, dan zou je zeggen, oké, so what? Dat is dan zo, hè? Maar dat heeft twee nare filosofische consequenties. Het zijn dan niet meer onmogelijkheden, het zou heel goed kunnen, maar het heeft twee hele nare filosofische consequenties. De eerste filosofische consequentie is dat de vrije wil verdwijnt. Ik weet niet of je die film kent, Minority Report. Het is een film waarbij mensen in de toekomst kunnen kijken, niet zo heel ver, een stukje. En dan zien ze dat iemand een moord begaat in de toekomst. En dan wordt hij gearresteerd en krijgt hij levenslang. Voordat hij het gedaan heeft. Een speciale politie, die heeft van die apparaten, kunnen ze in de toekomst kijken. En die arresteren mensen, stoppen ze in de gevangenis, voordat ze de misdaad gedaan hebben die ze gezien hebben. Ze zeggen, ja, dat is volstrekt onterecht. Want misschien heb je wel gezien dat die persoon iemand vermoordde, maar hij zou zich nog op het laatste moment van gedachten kunnen veranderen. Hij zou inzien dat het helemaal verkeerd is. Je kunt niet iemand... Ja, maar wacht eens eventjes. Als je natuurlijk in de tijd kunt reizen, dan heeft... De toekomst heeft invloed op het verleden. Dus als je gezien hebt dat iemand vermoord, kun je die persoon arresteren, in de gevangenis stoppen, nog voordat hij het gedaan heeft. Ja, waar is dan de vrije wil gebleven? De vrije wil is natuurlijk weg. Als ik zou zien dat ik, bij wijze van spreken, in een vlaag van extreme ruzie, iemand zo'n klap voor zijn kop geeft dat hij neervalt en dood is, in de toekomst, als ik dat zou zien. En zo denken van, oh jee, ik ga in training om woede te leren beheersen. Je hebt van die speciale trainingen om je woede te leren beheersen, zodat me dat niet gaat overkomen. Maar ik weet zeker, ik zal falen. Want ik heb het gezien in de toekomst. Op dat moment zal ik die geweldige misdaad begaan. Dus als je zou kunnen tijdreizen, dan verdwijnt de vrije wil. Nou, dat is, je kunt zeggen van, so what? Maar de vrije wil is toch een van de filosofische dingen waar we erg aan hechten. En waar toch ook ons hele leven, de hele manier waarop we de samenleving hebben ingericht, nog op gebaseerd zijn. Dus dat is best wel vervelend. En het tweede ding wat zou verdwijnen, als je kunt reizen in de toekomst, is dat alle innovatie, alle drang om iets uit te vinden zou verdwijnen. Want waarom zou je nog iets uitvinden? Reis maar naar de toekomst, pik de ontdekkingen daarop en breng ze terug. Waarom zou je nog hard nadenken? Het energieprobleem, hoe gaan we het oplossen? Geen idee, laat maar 500 jaar in de toekomst reizen, even goed opschrijven wat werkt en wat niet werkt, hoe ze het doen. En dan komen ze terug en gaan we het hier gewoon toepassen. Waarom zouden we nog hard zwoegen, allerlei dingen proberen die niet lukken? Gewoon even naar de toekomst reizen, dan kom je erachter. Ze zouden heel erg lui voor worden. En ik zal u vertellen wat er zou gebeuren. Gewoon vanwege de consistentie van de geschiedenis, we zouden nooit meer iets uitvinden. Want omdat we zo lui zijn, omdat we zelf niks willen uitvinden, vinden we niks uit. Reizen we naar de toekomst en dan zien we, oh ja, we waren zo lui. En daarom hebben we nooit eens iets geprobeerd. En daarom hebben we alle problemen maar gewoon op hun beloop gelaten. Dus het zou ook de totale innovatie en de totale drang om iets uit te vinden, wat toch de drang van elke wetenschapper is, zou dat volledig teniet doen. Dus het zou ook heel slecht zijn. Dus reizen naar het verleden en weer terug naar de toekomst, zou heel slecht voor ons zijn. Er zijn heel veel dingen die slecht voor ons zijn, die toch blijken te kunnen. Hè? Atoombommen bijvoorbeeld zijn echt heel slecht voor ons. Maar er is geen natuurwet die ze verbiedt. Dus op een of andere manier is het mogelijk om in de natuur dingen te vinden, dat we dingen kunnen, die heel slecht voor ons zijn. Misschien is mensen klonen ook wel heel slecht voor ons, maar vermoedelijk kunnen we het wel. Hè? En misschien valt tijdreizen daar ook onder. Dat weet ik niet. Dat zal de toekomst ons leren. Ik wil eindigen met één plaatje. Dat is dit plaatje. Dat is een figuur van Escher. Die illustreert wat een reis door de toekomst en het verleden is. Dus als ik reis naar toekomst en verleden, maak ik een gesloten lus. Ik reis bijvoorbeeld eerst naar de toekomst en dan kom ik weer terug. Dus ik heb het over een gesloten lus. Die gesloten lus, daar is geen heden of verleden of toekomst. Alles beïnvloedt alles. De toekomst beïnvloedt het verleden beïnvloedt het heden beïnvloedt zowel verleden als toekomst. Alles beïnvloedt elkaar, maar het is wel volledig consistent. Nou, dat is wat deze fantastische tekening van Escher laat zien. Hè? Je ziet eigenlijk een soort onmogelijke lus, want dat water stroomt daar, stroomt daar, stroomt daar, stroomt daar. Dan stroomt het weer naar beneden, dan stroomt het alles maar door. Het is een gesloten lus die als het ware onmogelijk is, maar wel volledig consistent. Want alles klopt. Je kunt elk waterdruppeltje volgen, het klopt gewoon perfect. Nou, dit is natuurlijk geen tijdreis, maar als je een kunstenaar zou willen vragen, beeld eens een tijdreis uit, dan is dat de afbeelding. Dat is wat ik nog op dit moment zou willen vertellen. Dank u wel.
Goed, Carlo, hartelijk dank voor dit fantastische verhaal. Dat vraagt natuurlijk om een reactie. Ik zie een aantal bekende gezichten. U kent de methode voor de nieuwe mensen. We doen het altijd graag op een beetje een wetenschappelijke wijze. Er zijn zoveel mensen die allemaal meningen hebben. U heeft op uw stoel 3 formuliertjes gevonden. En het ziet er een beetje uit als een e-mail, maar dan op papier, oftewel een p-mail. Dan kunt u opschrijven van wie het dan is, dat vinden we interessant. En u heeft een aantal opties. U kunt bijvoorbeeld reageren op de stelling, hè, en Carlo heeft hem eigenlijk al genoemd. Reis in de tijd betekent het einde van de vrije wil. Hij had er een heel betoog over, daar kunt u natuurlijk helemaal mee oneens zijn, of juist mee eens, of een andere theorie hebben. Kunt u die invullen? Het kan ook zijn dat u zelf denkt van, nou, als ik nou zou kunnen reizen in de tijd, of door de ruimte zou het ook kunnen, waar zou u dan naartoe gaan? He, zo bijvoorbeeld in de prehistorie wel eens zo'n triceratops echt willen aaien. He, of horen hoe zo'n parasaurolotus geluid maakt, dat soort dingen. Of naar de toekomst gaan, de ufo's en dat soort dingen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat u eigen theorieën heeft, meningen. En die kunnen op het lege formulier natuurlijk. Nou, daar gaan we allemaal naar kijken. Die gaan hier naar het wetenschappelijk comité. Even een applausje trouwens voor Leo Kouwenhoven en Risa Caron. Want zij gaan straks al deze formuliertjes analyseren. En na de pauze gaan we het even over hebben. Een kwartiertje, de bar is open. Tot zo. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may fall. Goed, dames en heren, welkom bij deel 2 van Spinoza te paard over het reizen in de tijd en de ruimte. En ik moet eerlijk zeggen, Carlo Beenakker weet zoiets abstracts toch op een hele toegankelijke manier te vertellen. Maar er zijn ook mensen die maken daar hun dagelijks beroep van, hè, het uitleggen van de wetenschap, wat het is en wat we ermee kunnen. En daarom vond het wel heel erg leuk om hier iemand te hebben die als dagelijks beroep heeft een documentaire maker en theater maken op het gebied van de wetenschap. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Jan van den Berg. Jan, welkom hier bij Spinoza te paard. Nou, ik zei het al, in je dagelijks leven laat jij wetenschap zien aan het brede publiek. En dan heb ik zelf wel eens het vermoeden, misschien is het ook een beetje vertekend door Spinoza te paard, maar dat wetenschap wel hot is. Hè? Als je ook leest in de krantenkaterne en zo, en kijkt op televisie, steeds meer wetenschap. Maar naast dat het nou ook leuk is, is daar ook een bepaalde noodzaak voor? Is het nou zo belangrijk om de mensen te laten zien wat wetenschap is? En waarom is het zo populair eigenlijk? Ik weet het niet. Dat weet je niet? Nee, voor mij is het heel eenvoudig. Ik kwam er een jaar of 15... Ik ben theatermaker van origine. Ja. Ik kwam er een jaar of 15 geleden achter dat ik schrikbarend weinig weet over allerlei hele spannende ontwikkelingen. Aha. Die plaatsvinden op plekken waar we meestal geen toegang toe hebben. Visueel niet, fysiek niet, maar soms ook niet met ons boerenverstand. Ik begon een beetje te schamen dat ik er zo weinig van weet. Ik ben een jongen die helemaal zijn achtergrond heeft in wat we wel eens de alfa-wereld noemden. Ja. Ik heb ooit theologie en filosofie gestudeerd en toen naar de theaterschool gegaan. Dus ik was vooral van het verhalen vertellen en ik dacht dat ik hele goede verhalen kende. Toen kwam ik eigenlijk tot mijn schande achter dat er veel betere verhalen soms te ontdekken zijn op plekken waar het doorgaans een alfa-jochie niet komt. Eén, ik schaamde me daar een beetje voor. Ik dacht, het is toch eigenlijk merkwaardig dat ik over allerlei fantastische ontwikkelingen, of het nou is op genengebied of in de natuurkunde, computertechnologie, dat ik dat allemaal niet weet. En twee, nogmaals, ik ontdekte verhalen waarvan menig Hollywood-scenarist of theaterschrijver verbleekt, zou ik zeggen. En de wetenschap zelf was eigenlijk nog interessanter dan het theater. In sommige gevallen zeker. Dus toen dacht ik, nou, één, ik ben nieuwsgierig, ik wil er wel eens wat meer over weten. En twee, volgens mij zitten daar voorstellingen, films, mogelijke voorstellingen en films in. Dus ik ben dat gewoon gaan doen. Ik heb geen opdracht gehad van een wetenschappelijke instelling. Ik heb ook niet iemand die zei, god, dit gaat hot worden. Je moet nu in dat gat of dat wormgat springen.
Ik ben het gewoon gaan doen en ik vind het hartstikke leuk. En het brengt mij dus op plekken en in contact met mensen. Carlo Beenakker was ook ooit te gast in mijn voorstelling. Anders had ik hem misschien nog nooit ontmoet of durven vragen. Omdat ik dacht, ja, ik weet amper wat ik hem moet vragen. Ik heb een vorm ontwikkeld waarin ik het eigenlijk wel durfde en doe. Ja. Dus ik kom op plekken waar ik anders nooit zou zijn gekomen. Ik ontmoet fantastisch inspirerende mensen met verhalen zoals we net hebben gehoord. Dat was eigenlijk mijn verhaal. Oké. Nou, je persoonlijke fascinatie voor de wetenschap heeft je gebracht op Mars en bij Higgsdeeltjes. En nog meer van dat soort dingen die je nu in 10 minuten gaat uitleggen. Nee hoor, maar ik ga wel 10 minuten, niet meer, wees u gerust, 10 minuten gebruiken. Dan ga ik een heel kort filmfragmentje laten zien. En dan is het weer aan jou. Ik ben benieuwd. Tot zo. Dames en heren, door omstandigheden moet ik het een klein beetje voorlezen. Ik heb een hele rare week achter de rug over tijd- en ruimtereizen gesproken. Ik heb me de afgelopen dagen in een volstrekt andere tijds- en ruimtebesef gevonden. Ik heb aan een sterfbed gezeten. De wereld buiten me is helemaal anders. Het leek wel alsof ik in een hele kleine besloten wereld zat. Ik wilde toch graag vanavond hier zijn. Dus ik hoop dat u enig begrip voor opbrengt dat ik het vanaf papier doe. Al zal dan dadelijk blijken dat ik dat waarschijnlijk helemaal niet nodig heb. Want ik vertel alleen maar het verhaal wat ik zelf zo'n beetje heb gecreëerd. Ik ben uitgenodigd, is mij verteld, omdat ik recentelijk een ruimtereis heb gemaakt. Ik ben met een kleine expeditie vanuit Noordwijk onlangs opgestegen voor de eerste bemande ruimtereis naar Mars. En ik ben net terug. U krijgt de groeten van de Martianen. Het gaat ze goed. Mars spreekt natuurlijk heel erg tot de verbeelding, al decennia, zo niet eeuwenlang, wellicht omdat er omstandigheden zijn geweest of in de toekomst opnieuw te creëren zijn die enigszins lijken op leefomstandigheden hier. Dat biedt wellicht allerlei mogelijkheden voor de toekomst op de rode planeet. Die expeditie bestond uit 9 bemanningsleden. We hadden een capsule van ongeveer 8 bij 7 bij 10 meter. In die capsule bevonden zich 2 videoprojectoren en 2 schermen, een maquette, wat geluidsspeakers, verder 3 camera's en een behoorlijke dosis verbeeldingskracht, inlevingsvermogen en speelsheid, zou je kunnen zeggen. Het was een initiatief van het Rathenau Instituut en Theater Frascati in Amsterdam. Vanwege mijn achtergrond die ik u zojuist in het kort heb proberen te vertellen, was ik uitgenodigd om als een van de ruimtereizigers mee te gaan. Dat heb ik maar wat graag gedaan. Het lukte ons om in 90 minuten van Noordwijk naar Mars te reizen. Dat schijnt een behoorlijke prestatie te zijn. Voor ons voelde het eigenlijk heel normaal. Maar mij is verteld dat de aanstaande Mars-expeditie die de Verenigde Staten in petto hebben, toch minstens 500 dagen heen en 500 dagen reizen terug gaat inhouden. Ons lukte het in 90 minuten. Dat is verder geen prestatie, nogmaals, dat vonden wij heel normaal. Ik heb me laten vertellen dat op het ogenblik in Moskou er een soortgelijk project plaatsvindt. Daar hebben een aantal mensen zich teruggetrokken in een ruimte die enigszins overeenkomt met een ruimteschip. En proberen daar 500 dagen experimenteel te ondergaan wat het betekent om zo lange tijd met een aantal mensen in een kleine ruimte bij elkaar te leven en te werken. Dat hebben we onlangs ook nog in de krant kunnen lezen. NASA schijnt ook een hele goede adviseur te zijn als je als mijnwerker komt vast te zitten onder de grond. Omdat astronauten bekend zijn met dat fenomeen om met veel mensen in een kleine ruimte bij elkaar te zitten gedurende langere tijd. Ja, onze ruimtereis ook opmerkelijk maakt, was het feit dat we maar liefst 20 keer hebben ondernomen. Ook dat bleek eigenlijk betrekkelijk eenvoudig. Van die 20 keer dat we zijn opgestegen, is er maar 1 van de missies mislukt. En dat was omdat er de avond tevoren was ingebroken in de capsule. Dat was de zwakke schakel van onze ruimtereis. De keerzijde daarvan was weer de sterke schakel, om het zo maar te noemen. Betrof het feit dat er ieder avond publiek bij aanwezig kon zijn bij onze ruimtereis. Zodat ik heb als jongetje nog de landing op de maan meegemaakt. Dan zaten we voor een zwart-wit scherm te kijken naar pixels die bewogen. En dan moesten we van Henk Terlinge en Griet Titula aannemen dat we geland waren. In dit geval kon het publiek dat letterlijk tegelijkertijd met ons beleven. Het leverde ons ook nog een interessante
natuurwetenschappelijke ervaring op dat wij soms letterlijk het gevoel hadden dat we zowel boven de Marsatmosfeer zweefden als dat we aanwezig waren op de plek waar ook mensen naar ons zaten te kijken. Bovendien gaf ons die situatie de mogelijkheid om iedere avond een aantal mensen na afloop van de ruimtereis te spreken over dit soort reizen zonder van je plek te komen. Want u zult begrijpen, daar kwam het eigenlijk feitelijk op neer. En dat was een gedachte van het Rathenau Instituut om eens na te denken over het feit wat het met ons besef van ruimte en tijd doet, dat wij, zeker sinds het begrip virtuele wereld bijna een vanzelfsprekendheid is geworden. En niet alleen het begrip, maar ook het feit dat wij door virtuele werelden kunnen reizen, terwijl we ons toch ook in de fysieke werkelijkheid hier bevinden. Daar hebben we naar aanleiding van elke ruimtereis met experts vanuit verschillende disciplines over gesproken. Onder andere geïnspireerd door een citaat wat ik u wil voorlezen van de filosoof Jos de Mul, verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij schreef in zijn boek Cyberspace Odyssey dat ruimtevaart een adequate metafoor is voor cyberspace. Wat alweer een verouderde term is. Tegenwoordig wordt ook wel gezegd web 2.0 of de IT-cultuur. Hij schrijft, zowel bij de exploratie van de kosmische ruimte als van cyberspace worden we geconfronteerd met een wereld die fundamenteel andere ruimtelijke en tijdelijke kenmerken bezit dan onze alledaagse leefwereld. Nou, we hebben zojuist daar al hele intrigerende manier van denken en voorbeelden van gehoord. Wij hebben dat proberen te doen via onze Marsreis. En nogmaals, naar aanleiding daarvan met experts vanuit verschillende disciplines gesproken over wat dat met ons doet. Het feit dat we zowel door virtuele werelden kunnen reizen, soms meerdere levens erop na kunnen houden. Via wormgaten in games ons op verschillende niveaus begeven enzovoort. Dat hebben we vanuit juridische kant bekeken, vanuit filosofisch perspectief, vanuit bijvoorbeeld het perspectief van een wereldkampioen gamen. Voor wie dat interesseert, Jos de Putter heeft onlangs een prachtige documentaire gemaakt over een Nederlandse wereldkampioen Warcraft 3. Voor mij ging een enorme wereld open. We zien wel eens beelden dat mensen over de hele wereld bij elkaar komen om de WK voetbal te kijken. Maar dat bestaat zeker in Azië ook voor het WK Warcraft spelen. En dan zitten stadions vol te kijken naar twee jochies of twee meiden die op een toetsenbord zitten te spelen. En het publiek kijkt naar het scherm, kent het spel, kent de regels en applaudisseert en leeft mee en veel van die spelers worden daarna overigens ook uitgenodigd door het bedrijfsleven, omdat ze zo snel hebben geleerd om complexe problemen te overzien en daar adequaat en efficiënt op te reageren. De keerzijde daarvan is, over tijd- en ruimtereizen gesproken, dat een van de spelers die in die documentaire van de Putter aan het woord komt, juist is gestopt met die games, met zich dusdanig in die virtuele wereld te begeven, omdat hij op een gegeven moment in staat was, en dat hoor je ook wel eens van schakers op hoog niveau, om bijna voortdurend de werkelijkheid voor te zijn. Zodanig te anticiperen op de zet van de tegenstander, dat je eigenlijk het gevoel krijgt dat je al iets verder in de werkelijkheid bent dan in het nu. Dat je eigenlijk al in een denkruimte komt waardoor je weet wat er met je gaat gebeuren. Opmerkelijk genoeg, ik heb al die avonden dat ik daarover mensen heb gesproken, over die verweving van virtuele wereld en tastbare werkelijkheid, was er bijna niemand van mijn gasten op die avonden die ook werkelijk, als hij de kans zou krijgen, wilde inschrijven voor een reis naar Mars. Blijkbaar is het voor ons eigenlijk al zo vanzelfsprekend dat we kunnen reizen terwijl we op onze plek blijven. Dat de fysieke ervaring om in zo'n koektrommel 500 dagen te gaan reizen naar Mars helemaal niet meer zo per se nodig is om dat op die manier fysiek te ondergaan. We hebben eigenlijk al voldoende middelen om dat op andere manieren te beleven. Zoals ik u zei, via games, maar ook via 3D-simulatoren. Dat is niet alleen in de spelwereld al heel vanzelfsprekend, ook in de oorlogsindustrie. Het is allang geen nieuws meer dat er soldaten in Amerika van achter hun computerscherm gevechtsactiviteiten verrichten in bijvoorbeeld Irak of Afghanistan. Maar ook 3D-ruimtes waarin voor medische of therapeutische redenen of natuurwetenschappelijke experimenten ervaringen kunnen worden gemaakt die eigenlijk
aan den lijve ondervindt. Eigenlijk, daar kwam ik ook in die gesprekken achter, en dat interesseert mij ook als kunstenaar enorm, is dat veel minder extreem of bijzonder dan we vaak geneigd zijn om te denken. Dat ondergaan van een andere werkelijkheid dan daar waar je op dat moment fysiek aanwezig bent. De grottekeningen in Lascaux waren eigenlijk, of zijn een manier al om een visuele representatie te maken van een werkelijkheid die niet op die plek daar aanwezig is. Microscopen en telescopen lijken nu, zeker de oude microscopen en telescopen, zeg maar oude technologie, maar ze zijn wel het begin geweest van het verder kunnen kijken dan ons blote oog kon. Dat geldt ook voor de boekdrukkunst. Het is wel goed af en toe om te beseffen dat Plato eigenlijk een soortzelfde reactie had als velen van ons hadden op de eerste computers. Wij waren bang wellicht dat het lezen daarmee tot de verleden tijd zou gaan horen. Plato vond al dat het boek eigenlijk een verderfelijk populistisch instrument was. En dat het helemaal niet zo goed was dat daarmee de orale traditie verloren zou gaan. Er zijn voorbeelden over film. Fotografie is al zo oud, is al van de vorige eeuw. Maar waren wel manieren om ons door de ruimte te laten reizen of om bepaalde ruimtes binnen in de huiskamer of in de bioscoop te halen. Dat was een van de aardige aspecten, en dat is ook een van de aardige aspecten, vind ik, van de poging om theater of film te maken van gedachtes, zoals zojuist ook verwoord. Dat het begrip ruimte en het reizen door de ruimte veel meer wordt opgerekt dan alleen onze associaties zijn bij het reizen naar Mars. Je hoort in de voetbaltermen wel eens, er is heel veel ruimte tussen de linies. Aan de onderhandelingstafel is onderhandelingsruimte. Ik creëer graag ruimte in mijn hoofd om een nieuw project te ontwikkelen. Tussenruimte is een vanzelfsprekend woord in de poëzie. De tussenruimte, tussenregels. En de ruimte tussen een elektron en de kern van een atoom is wel eens voorgesteld, of die is ons wel eens geadviseerd om ons die voor te stellen als een vlieg in een kathedraal. Er zijn mooie websites op internet te vinden waarin je kunt scrollen de afstand die dat is op atomair niveau. En dan kan ik u verzekeren, een hele tijd bezig om van het elektron tot de atoomkern te komen. Het geeft een hele fysieke ervaring van de ruimte die er bestaat op dat niveau. De Amerikaanse natuurkundige en Nobelprijswinnaar Richard Feynman heeft dus ooit gezegd, er is waarschijnlijk nog ontzettend veel ruimte op het allerkleinste nanoniveau. En dat is ook wel gebleken. Ik ben niet degene om dat aan u uit te leggen, maar ik vind het wel mooie, inspirerende gedachten om ook als kunstenaar je door te laten inspireren. En ik noem ze om ook aan te geven dat wij eigenlijk al als vanzelfsprekend ons op een heleboel verschillende niveaus en ruimtes tegelijkertijd bevinden. Het is voor ons vanzelfsprekend dat tegelijkertijd de radio, de tv, internet, de krant ons op ditzelfde moment op een heleboel verschillende plekken brengt in ons hoofd. Maar ook soms dat we heel fysiek daardoor een rilling krijgen of een gedachtensprong. Tot slot wilde ik u om een kleine impressie te geven van de plekken waar ik daar door dit soort gedachten en door deze kom als maker. Ik heb de afgelopen jaren de kans gehad om bij CERN rond te kijken en te filmen. En dat wilde ik u graag als afsluiting van mijn verhaal laten zien. Omdat die versneller, waar ik u nu niet al te veel over ga vertellen, en er heeft al genoeg over in de kranten gestaan, maar dat die versneller wel samen te vatten is als een poging om zo dicht mogelijk bij het moment te komen waar tijd en ruimte ontstonden. Zeg maar zo een fractie na de oerknal, om te kijken hoe de diversiteit van de materie is ontstaan vanuit het niets, of in ieder geval vanuit een hele kleine, compacte beginsituatie. Behalve dat het hele mooie beelden en inspirerende verhalen oplevert, als je als buitenstaander aan mensen daar ter plekke vraagt, probeer mij eens uit te leggen wat dat Higgsdeeltje is, probeer mij eens uit te leggen wat die 27 kilometer tunnel, 100 meter onder de grond, met vier van die detectoren, zo groot als het paleis op de Dam, wat dat allemaal bedoeld te zijn. En om dan te horen hoe een hoge wetenschapper, een hooggeleerde wetenschapper, dat uitlegt aan iemand als ik, die daar alleen maar op de stotterende manier over kan vertellen, zoals ik dat nu aan u probeer te doen.
Dat fragment wilde ik u dus graag tot slot laten zien. Wat u ziet is een heel klein, maar belangrijk schroefje uit één van die apparaten. Om aan te geven dat om te reizen in tijd en ruimte er soms gigantische apparaten gebouwd moeten worden om een deeltje, of in ieder geval een mechanisme, bloot te leggen wat nog kleiner is dan de nanoschaal waarop meneer Beenakker zich begeeft. Nogmaals, dit om aan te geven dat, en daar zit wat mij betreft een kleine soort overeenkomst tussen kunst en wetenschap, dat het aardig is niet zozeer om vast te stellen wat er is, maar om je vragen te stellen en proberen te verbeelden ook wat zou kunnen zijn. Omdat ons dat als ontdekkingsreiziger, ik beschouw mezelf in een andere manier dan meneer Beenakker, graag als een ontdekkingsreiziger naar ruimtes voorbij mijn blote oog en mijn naakte verstand. Om daar een soort van beelden en verhalen bij te vinden. Dus, tot slot, graag een fragmentje uit de film die ik heb gemaakt samen met Hanny van den Berg. De film heet Higgs, Into the Heart of Imagination, naar het hart van de verbeelding. U ziet daar een klein fragmentje uit van dat kleine schroefje. En voor wie daarin geïnteresseerd is, ik heb wat exemplaren bij me. Veel plezier, dat duurt ongeveer 3 minuten. Dank u wel voor uw aandacht. Nou, bedankt Jan. Teleportatie kan dus. Heeft u niet zo'n groot en duur apparaat, hebben we altijd nog onze verbeelding of het internet, als ik het zo mag samenvatten. We gaan over naar u, namelijk de inzendingen via de P-mails. En daar zijn we natuurlijk ontzettend benieuwd naar. Ik zou zeggen, Carlo, kom er even bij. Dan loop ik naar het wetenschappelijk comité om te kijken wat er zoal uitgekomen is vandaag. Gerisa Caron. 15 formulieren voor de stellingen. Nou. Daarvan zegt 70% nee.
Maar wat was de vraag? Reizen in de tijd betekent het einde van de vrije wil. Oh, dus niet? Aha, terwijl Carlo zei van wel. Dus u bent het niet eens met Carlo. Kijk, dan kunnen we het ergens over hebben. 7% dus niet. Okay. Ja, zegt 21%. Mm-hmm. En 9% weet het niet. Ah, oftewel eentje. En daar heb ik deze reacties bij. Oh. De ja en de nee. Mooi, mooi. En hier nog wat open vragen. Oh, die zijn ook leuk. Dank je wel. Gries Zakaron, even een applausje voor de... Ja, wat vind je daar nou van? Ze waren het niet met je eens? Nou, dat is toch prima? Ja. Nee, dat vind ik perfect. Want, mensen moeten vooral voor zichzelf denken. Oké. Okay. Nou, laten we eerst eens even lekker luchtig beginnen met een aantal leuke ideetjes. We zien hier bijvoorbeeld Merel van 20 jaar. Als ik zou kunnen reizen door tijd en ruimte, dan zou ik willen weten wat er was voordat de tijd begon. Merel, waar zit je? Merel, kom er even bij. Ja, een applausje voor Merel, dames en heren. Nou, Merel, allereerst natuurlijk bedankt voor je inzending. Doe je zelf ook iets wetenschappelijks? Ik studeer politicologie. Politicologie? Ja. En van waar jouw vraag? Zou je willen weten wat er voor tijd was? Nou, ik ben wel benieuwd hoe het allemaal begon. Ik bedoel, je kan teruggaan naar het verleden, je kan verder gaan naar de toekomst. Ja. Maar hoe ver kan je dan teruggaan? Ja, wat was er voordat de tijd was? Ja. Nou, en dat lijkt me zowel een fysiologische vraag als wel een logische vraag, of dat überhaupt wel kan. Carlo? Ja. Het is wel gek, hè? Dus we denken inderdaad dat het heelal, zoals we het nu zien, dat het niet altijd was. Dat is op zich best een vrij recente ontdekking. Hè? Vroeger dacht men dat het heelal dat het eeuwig was. Maar we weten dat het heelal zo'n 10, 15 miljard jaar oud is. En daarvoor was er, ja, voor zover we nu weten, was er daarvoor niets. Was er ook geen tijd. En dat is dus het ontstaan van het heelal is niet slechts het ontstaan van de ruimte zoals we die kennen. Maar en dat is eigenlijk, ja, je kunt eigenlijk niet anders op het moment dat je inderdaad van overtuigd bent dat wat Einstein zegt waar is. Dat ruimte en tijd gewoon hetzelfde is, maar dat het gewoon zich op een iets andere manier aan ons openbaart. Dan is het ontstaan van de wereld zoals we die kennen, van het heelal, is ook het ontstaan van de tijd. En daarvoor was er dus geen ruimte en geen tijd. En daar houdt de natuurkunde zijn mond. Dus er zijn dingen waar de natuurkunde geen antwoord niet op wil geven, maar geen antwoord op kan geven. En de natuurkunde, ja, die heeft als raamwerk nodig de ruimte en de tijd. En als je dus vraagt, wat was er voordat er ruimte en tijd begint, dan begeef je je op het gebied wat heet de metafysica. Dus datgene wat voorbij de fysica gaat, voorbij de natuurkunde. En dat is ook een prachtig vak, maar het is niet mijn vak. Ah. Okay. Dus ik kan hier niks over zeggen, wat er zal zijn voordat de tijd er was. Oké, okay, nou ja, de wetenschap van dingen die eigenlijk niet kunnen, maar toch gebeuren, ja, dat is de politicologie. Dus hopelijk heb je daar nog wat aan in je studie. Applaus voor Merel. Nou, hier hebben we nog een inzending van meneer of mevrouw Bos. En als die zou kunnen reizen door tijd en ruimte, die zou dan de hemel en de hel willen bezoeken. Nou, dat vraagt wel om een toelichting. Bos, komt u er even bij. Applaus voor meneer Bos. Hi. Nou, welkom meneer Bos. De hemel en de hel, ja, dat moet ik toch vragen. Gelooft u? Nee, precies daarom. Aha, als bewijs dat het niet bestaat of dat het wel zou bestaan. Nee, omdat ik er wel nieuwsgierig naar ben. Aha. En het is natuurlijk toch een andere dimensie, waarvan je denkt van, nou, waarover praten we? Over het verleden, over het heden, maar er zijn ook nog allerlei andere aannames. En daar ben ik toch wel heel erg benieuwd naar. Oké. Carlo, ja, je bent zelf Rooms-Katholiek. Hemel en hel, zou je daar naartoe kunnen reizen? Nou, ik denk dat iemand... We hebben natuurlijk een film, we hebben er pas veel over gehad. De ontdekking van de hemel. Ja. En daar krijg je toch een beetje een inkijkje van hoe het daaraan toe gaat. Vond u dat niet bevredigend, die film? Of misschien heeft u het niet gezien? Ja, het boek is dik, maar de film die er bezig is. Het is een interpretatie natuurlijk. Ja, dat is een interpretatie. En ik denk dat deze meneer Moelis, en daar hebben we het natuurlijk over, begeeft zich in een traditie van andere grote denkers die nagedacht hebben over hemel en hel. Ik denk aan Dante, hè, dus die een prachtig werk geschreven heeft over de hemel en de hel. En ik denk dat we ons daardoor kunnen laten inspireren.
En ja, het behoort natuurlijk ook absoluut. Ik sta hier toch echt een beetje als iemand die probeert als een bepaald, vanuit een bepaalde deskundigheid te spreken. Hè. Maar dan moet ik ook mijn mond houden als het mijn deskundigheid voorbij gaat. Hè. Nee, okay. En dus de hemel en de hel, daar kun je iets over lezen en daar kun je over nadenken. Maar daar kun je, denk ik, als fysicus, daar moet je je mond over houden. En dat doe ik dan ook maar, okay. Als je het niet erg vindt. Oké. Okay. Ja, nou ja, de enige die het antwoord weet is Moelis zelf. Ja, als de hemel of de hel zou zijn, is die daar die nu? Die weet het nu, ja. Weet het nu. Dat is inderdaad best wel een hele interessante gedachte, ja. Dat wordt zijn volgende boek. Meneer Bos, hartelijk dank voor uw bijdrage. Maar wacht even, Ja. Hij heeft ons natuurlijk een antwoord gegeven, Harry Moelis. Heeft u het niet gezien, zijn uitvaart op tv? Ja, De regenboog. Ja. Dat was zijn antwoord. Nou, inderdaad, ja. Maar zou die dan in de hel of in de hemel zitten? Ik heb daar mijn eigen gedachten over, maar iedereen mag zijn eigen gedachten. Het was wel heel bijzonder, toch, die regenboog. Ja, zeker. Goed, we gaan even terug naar het debat over de vrije wil. Hè? Als we het toch over Moelis hebben. Want hier hebben we natuurlijk iemand die het niet eens was met je. Van dat het niet einde is van de vrije wil. En als ik het goed lees, is dat Johan Tamis van 27 jaar. Johan, kom er even bij. Hoi, Johan. Welkom. Nou Johan, ik vind dat je inderdaad ook wel een heel goed argument geeft. Ik zal hem even voorlezen. Hè? Reizen in de tijd betekent het einde van de vrije wil. Nee, zegt Johan, er kunnen meerdere toekomsten zijn. Verklaar je naam. Ja, dat heb ik uit een film ook. Ja, ja. Nee, maar dat is... Een film is gewoon de waarheid. Back to the future, toch? Ja. Dus dat is een hele interessante... Dus je hebt eigenlijk twee scholen in dit onderwerp. Hè. De een die zegt, er is niet één tijdlijn, maar er zijn een heleboel tijdlijnen. En met name mensen die, laten we zeggen, tijdreizen gebruiken als een truc voor een film of een boek. Hè. Daar wil je dus de held wil je doodmaken, dan teruggaan in de tijd en het ongedaan maken. Daar zijn meerdere tijdlijnen heel erg plezierig, hè. En ik sta hier natuurlijk niet als filosoof of zo, of als theoloog, ik sta hier als natuurkundige. En als natuurkundige hebben we die hypothese van de meerdere tijdlijnen, die heeft afgedaan. We kunnen niet een consistente, niet een consistente fysische theorie maken, waarbij je inderdaad meerdere tijdlijnen hebt die zich steeds maar weer vertakken. En waarom? Nou ja, omdat we niet weten hoe dat moet. Dus, dus wat we wel weten, is we weten dus nee, maar dat is wel... Van, kijk, ik heb u gezegd dat we niet weten of een tijdmachine ooit mogelijk zal zijn. Maar we kunnen wel formules opstellen waar die tijdmachine dan aan zou moeten gedragen. En uitgaande van die formules krijg je inderdaad wat men noemt dus die consistente historie, waarbij toekomst en verleden elkaar beïnvloeden. Zo'n vertakkende tijdlijn... Daar kunnen we niks mee. Dat is net zo goed als bijvoorbeeld heel veel dingen die in Star Wars gebeuren. The Force of zo. Je kunt niet naar een natuurkundige gaan en zeggen, geef mij eens de theorie van The Force. Die houdt zijn mond dicht. En zo is het ook bij die vertakkende tijdlijnen. Als het zo is, dan hou ik mijn mond dicht. Daar kan ik niks over zeggen. Oké, maar ik vind het veel moeilijker om te bedenken dat als ik terug kan reizen naar het verleden. Ik bedoel, ik hou van mijn opa. Maar dat ik hem dan niet zou kunnen vermoorden. Nee. Dat vind ik veel moeilijker om te bedenken dan te denken, als ik hem vermoord en ik ga terug naar het heden, kom ik in een ander heden terecht waar ik niet besta. Dat kan ik me best voorstellen. Ja. Maar dat de toekomst het heden beïnvloedt, dat gaat er niet in bij mij. Dat is waar. Maar meerdere tijdslijnen, inderdaad. Ik bedoel, het kan zijn... Bovendien heb ik de 70% meerderheid. Ja, dus ik denk dat het... De waarheid is democratisch besloten bij deze applausje. Oké, bedankt Johan. Goeie vraag, hele goede vraag. Bedankt. Ja... Goed, even een ander onderwerpje. Van den Rey, 72 jaar, kijken naar het verleden. Waarom is het verhaal niet meegekomen, het feit dat in een ander sterrenstelsel, door de tijd daar heeft gehad om die ster te bereiken, kan kijken naar het verleden? Ja, nou goed, dat is een goede... Ik lees het een beetje slecht voor, misschien moet ze het even zelf voorlezen. Kom er even bij. Oh sorry, ik dacht aan de mevrouw. Excuses. Ja. En nog even uw naam correct, want ik kon het niet helemaal lezen, sorry. Mijn naam is Arnold van der Rey. Oh, Arnold. Sorry, Arnold. Ja. Nou, wat ik miste in het verhaal eigenlijk was de theorie dat zeg maar wezens op verre sterrenstelsels, die zien
licht, dat komt vanuit de aarde. Maar dat is, als er bijvoorbeeld 20 jaar geleden is, hè, dan heeft het licht er 20 jaar over gedaan om daar te komen. Dus die zien op dat moment wat hier 20 jaar geleden gebeurde. Nou, dat lijkt me in het begrip van tijdreizen en dat soort dingen toch een relevant onderdeel. Nee, dat is een heel goed punt. Dat is niet een theorie, dat is gewoon de werkelijkheid. Dus daarom juist. Het licht dat wij zien van verre sterren, bijvoorbeeld een ster die je nu vandaag ziet, die zou best op dit moment al lang niet meer bestaan. Weet je, sterren die blazen zichzelf op, hè, dus die houden op een gegeven moment op. Dus om maar eens nog een iets concreter voorbeeld te noemen, als de zon op dit moment uit zou gaan, dan zouden we er pas over 8 minuten wat van merken. Dus de zon die wij nu zien is 8 minuten oud. Nou goed, dus 8 minuten is niet heel lang. Maar verre sterren die je ziet, dat kan duizenden, tienduizenden, honderdduizenden jaren. Dus kijken in het verleden, ik zie dat toch nog net als iets anders dan reizen naar het verleden. Dus ik heb het gehad over reizen naar het verleden. Kijken naar het verleden kunnen we, doen we, alle telescopen doen, alle kennis die we hebben van het vroege heelal. Hè, dat we weten dat het heelal 15 miljard jaar oud is en dat we precies weten hoe het eraan toe ging bij die Big Bang. Je zegt, er was toch geen geschiedschrijving toe? Nee, dat kunnen we, dat we kunnen kijken in het verleden. Dus kijken in het verleden, dat kunnen we, dat doen we, dat is een hartstikke krachtig hulpmiddel. Maar ja, dat is toch iets anders, denk ik, dan reizen naar het verleden. Want we kunnen die oerknallen zien, maar we kunnen er niet heen. Ja. Dus je kunt zeggen van, ja, het is toch ook iets moois. Het is ook iets moois, het is hartstikke krachtig, we doen het, het is heel nuttig. Maar ik denk dat de meeste van ons het toch mee eens zullen zijn dat reizen naar het verleden toch net nog iets anders is. Ja, maar als het reizen naar het verleden, we willen gewoon zien hoe het in de middeleeuwen toeging, hier. Maar als we zeg maar aan zo'n verre sterbewoner zouden vragen, hoe was dat toen hier? Dan zeg je, nou, ik heb het net vandaag gezien. Ja. Nou, maar wat stelt u zich nou voor, als u deze gedachte even... Een vervangend middel voor dat reisje. Ja, stel u maakt een verrekijker en die is een aantal lichtjaren lang. En die draaien we zo terug naar de aarde. En dan kunt u terugkijken in het verleden. Waar zou u naar kijken? Wat lijkt u interessant om te zien? Eigen geboortes ook, noem maar wat. Ik heb een andere briefje ook ingevuld dat ik erg graag zeg maar Den Haag zou willen zien. Duizenden jaren geleden. Ongerepte natuur. Ach. En dat verschil met het heden. Dat zou ik wel graag willen zien. Dat is waar. Je zou natuurlijk, omdat die ster die naar ons kijkt heel ver weg is, zou je die vraag niet kunnen stellen. Dus het zou in wezen ook niet principieel heel anders zijn dat we ergens vinden een doosje, bijvoorbeeld een oude foto uit het verleden. Dat is natuurlijk ook hetzelfde. Soms vind je, pas nog vonden we kleurenfoto's van de ramp in Zeeland, 1 februari 1953. Die waren verborgen geweest en plotseling zie je die. Dus zo'n bericht van een verre ster die u een foto stuurt van uw geboorte, ik zeg maar wat... Ja. Dat is, het is ook interessant of zo. Het is interessant, maar het is toch echt iets anders dan naar het verleden gaan. Bijvoorbeeld al die paradoxen van het verleden beïnvloeden, die komen natuurlijk niet, die heb je niet. Hè? Dus, het is iets wat een feit is, wat waar is, waar we gebruik van maken. En dus toch denk ik wel anders dan de tijdmachine. En dat is de reden waarom ik er niks over gezegd heb. Het is goed dat u het opbrengt, het is belangrijk om te weten dat we wel degelijk het verleden kunnen bezien. Ja. Nou, okay. Hartelijk dank. Gaat u weer zitten. Ja, en inderdaad van of je daar nou echt naartoe gaat terug in de tijd of daarnaar kijkt. Dan kom je gewoon bij de filosofische notie, wat is tijd? Nou, en die vraag die wordt gesteld door een naamgenoot van je, Carlo Jansen. Kom er even bij. Applausje voor Carlo. Carlo, welkom hier bij Spinoza te Paard. Voor mij je vraag. Ik dacht van als je het over theorie hebt en theoretische natuurkunde, dan moet je natuurlijk ook kunnen bewijzen dat tijd bestaat. Aha, ook bewijzen dat tijd bestaat. Lijkt mij wel. Dat is interessant. Carlo, iemand als Kant bijvoorbeeld, zei mensen postuleren tijd om grip te krijgen op de werkelijkheid. Terwijl het eigenlijk niet bestaat. Misschien niet, misschien wel, ik weet het niet. Wat is tijd, Carlo? Nou, potverdikkie. Ik ben geen filosoof. Dus ik ga nou een antwoord geven als een natuurkundige. Hè. Dus tijd is voor ons gewoon een dimensie. Een van de 4 dimensies. Maar daar is het antwoord niet klaar mee. Bijvoorbeeld, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, we hebben er minstens 4. Ik bedoel, als natuurkundigen die zeggen, er zijn minder dan 4 dimensies,
die hebben niet veel kans van, want die nemen we waar. Ik neem er 3 ruimtelijke dimensies waar en ik neem er 4 waar. Maar bijvoorbeeld een heel interessante natuurkundige vraag is, misschien zijn er wel meer dan 4 dimensies. Dus misschien heb je niet 1 tijd, maar heb je een heleboel verschillende soorten tijd en zien we er maar 1. En dat is een wetenschappelijke vraag waar geen antwoord op is. En wat we hopen, waar onderzoek naar gedaan wordt en wat we hopen in de komende tijd te kunnen beantwoorden. Een andere vraag is, hoe komt het dat de ruimte als het ware gewoon overal om ons heen een beetje hetzelfde is, maar de tijd een pijl blijkt te hebben? Dat is wat men wel het probleem van de pijl van de tijd, de arrow of time noemen. Waar komt die pijl van de tijd vandaan? Dat is ook een hele interessante vraag waar je natuurkundig over na kan denken. Er zijn mensen die zeggen, die komt omdat het heelal uitdijt. Heelal duidt uit. Maar als het op een gegeven moment weer zou samenkrimpen, dan zouden we zien dat die pijl van de tijd als een soort film achteruit zou lopen. Dus in plaats van bijvoorbeeld, als ik een ei kapot laat vallen, dan zie ik heel duidelijk, die gaat kapot en komt niet meer samen. Maar als de pijl van de tijd achteruit zou lopen, zou dat kapotte ei weer samenkomen. Dat zijn dus vragen waar je als natuurkundige iets mee kunt. De filosofische vraag, wat is tijd? Ja, daar kan ik niks mee. Daar kan ik wel iemand voor citeren, iemand als Augustinus zei, tijd, ik weet precies wat het is, tot ik het aan iemand moet uitleggen. En ik denk dat dat voor de meeste van ons geldt. Maar als natuurkundige hebben we echt iets met tijd. We kunnen er serieuze vragen op stellen. Zijn er meerdere soorten tijd? Waarom loopt de tijd altijd vooruit en nooit achteruit? En daar kunnen we antwoorden op proberen te geven. Heel veel van die antwoorden hebben we nog niet. En daar doen we dus onderzoek naar. Als je niet precies weet wat tijd is, dan weet je eigenlijk ook niet of er wel een toekomst is. Want op het moment dat je vertrekt, is er niks in de toekomst. Ja. Dus waar ga je dan naartoe? Dus ja. We weten, als ik zeg dat er dingen zijn die we niet weten, dan wil ik niet zeggen dat we niks weten. Ja, dat is waar. Dus bijvoorbeeld het hele begrip dat je dus door ruimte en tijd een gesloten lus zou kunnen maken, en dus een tijdmachine zou kunnen hebben, daar zitten grote mensen als Einstein, Gödel, ook Nederlandse natuurkundigen die daar onderzoek aan doen. En dus we weten wel wat. Dus om maar te zeggen van, ach, we weten niks, we weten niet eens wat tijd is, we weten niks. Het is niet dat we teruggaan tot de Neandertalers. Dus we weten wel. Nee, dat is waar. Maar je weet niet of er een toekomst is. Nou, we weten dat er een toekomst is. Op het moment dat je vertrekt, is er geen toekomst. Nou, die bestaat nog niet op dat moment. Dus waar ga je dan naartoe? Nee, nogmaals, als natuurkundige kan ik precies, ik kan bijvoorbeeld de baan van een ruimteschip en een satelliet voorspellen tot in de verre toekomst. Wat ik niet, als je me een andere vraag stelt, bijvoorbeeld, heeft de tijd een eindpunt? De tijd heeft een beginpunt gehad, 15 miljard jaar geleden. Heeft de tijd ook een eindpunt? Nou, dat is een vraag waar ik iets mee kan. Maar je moet dus wel, je kunt me allerlei vragen stellen natuurlijk, maar een vraag waar ik iets mee kan, is zo'n soort vraag. Heeft de tijd een eindpunt? Een vraag van, ja, is er wel tijd? Nou ja, weet ik veel. Het is nu 9:45. En straks ga ik naar huis en dan ga ik naar bed. En morgen om 9:00 word ik weer op mijn werk. Maar er zijn wel natuurkundigen die beweren dat de tijd niet bestaat. Ja, die zijn wel. Goed. Daar kan ik gewoon niet zo heel veel mee. Nee. Dus iemand die bij ons in de collegebank en zegt, professor, ik geloof niet dat tijd bestaat. Die zeg ik van, ga een andere studie doen. Dan zit je gewoon bij ons verkeerd. Goed, Carlo, hartelijk dank. Daar zitten. Ja. Goed, met die piemels vinden we het altijd leuk om dan mensen die normaal een beetje verlegen zijn naar voren te halen. Maar ik kan me voorstellen dat na deze discussies allemaal, dat er toch mensen zijn die denken van, potverdikkie, ik wil mijn mening ook even laten horen. Ik ben het helemaal niet eens, of ik heb ook een theorie. Dan is nu uw kans. Oh, u heeft nog wel iets, ik kom wel even naar u toe. En heeft u een vraag, of heeft u een eigen opmerking of theorie? Nee, Erik Kruid. Er zijn steeds meer filosofen die weten eigenlijk niet meer zeker of de vrije wil wel bestaat. Dus dan hoeft hij ook niet op te houden. Ja. En daar zijn al allerlei dingen bij aangetoond, met fMRI en zo, dat je al kan zien dat er al iets gebeurt voordat je zegt dat het gaat gebeuren. Oh ja, het onderbewuste? Of. Dat is dus precies waar het om gaat. Okay. Dus de vrije wil wordt heel erg ter discussie gesteld. Maar dan heeft de hele enquête geen zin gehad eigenlijk, omdat die gewoon überhaupt niet bestaat. Dat was dus ook dat ik niet kon reageren op 1 of 2, want de vraag klopt dus wat dat betreft dan niet. Nee. Ja, Carlo. Nee, dat is een heel goed punt wat hij daar aansteunt. Kijk, ik heb het gehad over
het afwezigheid van de vrije wil om een heel specifieke reden, want vandaag ging het gewoon over tijdreizen. Maar Spinoza himself ging uit van, die ontkende het bestaan van de vrije wil. Die zei, wij zijn gewoon geprogrammeerde wezens op dezelfde manier waarop de planeten ronddraaien. En wij voeren gewoon ons programma uit. We zijn, en dat is een soort gevoel wat niet helemaal vreemd is. Natuurlijk, we weten allemaal dat heel veel van de dingen die we doen, daar zijn we niet vrij in. Bijvoorbeeld het opsteken van een sigaret. Hè. Soms komt het niet uit. Maar goed, als je nou eenmaal die drang hebt, dan kun je zeggen, je kunt toch kiezen om niet op te steken. Je kunt toch kiezen om niet op te steken. En met name dus het feit of in de hersens eigenlijk alles al zo helemaal voorgeprogrammeerd is dat je helemaal geen vrije wil hebt. Ik denk dat de meesten van ons wel aanvoelen dat er een hoop dingen in ons leven zijn waar we niet helemaal vrij in zijn. Maar dat toch, als het op een aantal hele essentiële dingen aankomt, dat we wel degelijk kunnen kiezen om links of rechts af te slaan. En daar is, laten we eerlijk zijn, onze samenleving toch ook wel voor een heel groot deel op gebaseerd. Hè? Ik bedoel, ook als je voor de rechter staat en iets gedaan, dan kun je allerlei verzachte omstandigheden aanvoeren. Maar uiteindelijk zal er toch ook een stukje van je eigen rekenschap gevraagd worden. Dus ik denk dat een school die helemaal afscheid neemt van de vrije wil, gewoon op basis van fysiologische processen, en zegt, we zijn gewoon een soort machine, geprogrammeerde machines, die nou eenmaal doen wat we moeten doen. Er zit een stuk waarheid in, absoluut, hè. Maar dat is de reden waarom we bijvoorbeeld ook de verkiezingsuitslag kunnen voorspellen voordat iedereen zijn stem gezet heeft. Hè? Omdat ze natuurlijk voor een heel groot deel natuurlijk ook kuddedieren zijn. Maar laten we eerlijk zijn, laten we hopen dat toch als op een gegeven moment weer eens verkiezingen komen, en je weet nooit, dat kan heel snel gebeuren, hè? Dat we dan toch onze eigen vrije wil en ons eigen verstand volgen en niet gewoon geprogrammeerde wezens zijn. Dus, en terwijl de afwezigheid van de vrije wil waar ik het over had, was toch een heel specifiek, niet zo praktisch ding. Maar laten we zeggen, een heel specifieke invalshoek. Maar wat u zegt is absoluut waar. We zijn voor een heel groot deel gewoon geprogrammeerd om bepaalde dingen te doen. En dat is de reden waarom je ook heel veel menselijk gedrag kunt voorspellen. En we noemen dat, we hebben er een woord voor, dat noemen we EQ. EQ, dat is iemand die kan het gedrag van mensen voorspellen. Als je dat niet kan, dan heb je het heel erg moeilijk in deze samenleving. Ja. Goed, ik ga voorspellen dat we zo gaan afronden. We doen nog één P-mail van Anneloes. Anneloes, waar zit je? Oh, kom dan anders mee even bij. Applaus voor Anneloes. Deze is van jou, toch? Ik zou zeggen, als tijdreizen mogelijk zou zijn, en ik weet dat het in principe, je zou zeggen van tijdreizen is pas mogelijk terug tot het moment dat het überhaupt uitgevonden is. Dus als ze 1990 tijdreizen hebben uitgevonden, kun je niet verder terugreizen dan 1990. Maar buiten dat, zou geen mens uit de toekomst moeten zien inmiddels. En als dat in de toekomst zou kunnen, dan had er allicht wel iemand gekeken van, hey, in Spinoza te paard hebben ze het over tijdreizen. Ja, nou, ik ga er naartoe om te vertellen dat het ook echt zo is. Deze mogelijkheid om eens een keer kijken te kunnen komen. Maar jij bent niet uit de toekomst, dat niet? Nee, ik zelf niet, nee. Nee, oké. Okay. Carlo, ik weet dat je deze gaat beantwoorden. Tot zover de vrije wil. Anneloes, hartelijk dank voor jouw inzending. Gaan we zitten. Straks drinken we nog een biertje. Ik ga deze beantwoorden. Want jij gaat deze op je eigen wijze beantwoorden. En hier laat ik het podium aan jou. Ja. Dus dit is het slot, dames en heren. De ontknoping. Deze tegenwerping die hier genoemd werd, is de tegenwerping van Stephen Hawking. Misschien heeft u wel eens van hem gehoord. Die geleerde in een rolstoel. Dus die houdt helemaal niet van tijdreizen. Die zegt, het is volstrekt onmogelijk. En hij heeft daar een soort grap bij. Hij zegt, hij heeft natuurlijk wetenschappelijk argument waarom het niet kan. Maar hij heeft ook een grap. Hij zegt, stel dat er ooit, hè, nu kan het niet, maar stel dat over 1000 jaar, 5000 jaar of zo'n tijdmachine zou worden uitgevonden. Dan waar zijn dan al die toeristen uit de toekomst? Dat is een beetje een soort grap, maar wel iets om over na te denken. Waar zijn de toeristen uit de toekomst? Ja, we zien ze niet. Dus waarschijnlijk zal er ook nooit een tijdmachine worden uitgevonden. Nou, daar zat ik over na te denken. En toen viel mijn oog, terwijl ik een beetje dit aan het voorbereiden was, op een film uit 1928. En die zal ik u zo dadelijk laten zien. Het is een Charlie Chaplin film. Charlie Chaplin. Een stomme film. Het is geen geluid, alleen beeld. 1928. En toen ik ernaar keek, toen heb ik er nog eens een keer naar gekeken. En toen zag ik de tijdreiziger. Ik ga hem nu laten zien, ik zal verder mijn mond houden. Hij wil een aantal keren ingezoomd worden, dus als u het niet gelijk ziet, u zult hem een aantal keren zien. Degene die de tijdreiziger ziet, mag het zeggen. En dat is het slot.
Wat ziet u? Kom op, wat ziet u? Een mobiel bellende vrouw in 1928. Kijk, daar gaat ze, daar loopt ze. Kijk, kijk, kijk. Dit is 1928, dames en heren. Dit is geen grap. U denkt dat het een grap is. Dit is niet iets wat ik gemonteerd heb. Dit is Charlie Chaplin 1928. Een mobiel bellende vrouw in 1928. Gesnapt. En wie weet zit er hier ook zo eentje. Dan zeg ik, gegroet. Goed, hartelijk dank Carlo Beenakker voor dit geweldige verhaal. Camera's gaan nou uit, we gaan met z'n allen naar de bar. Maar niet voordat ik nog eventjes iedereen bedank die deze geweldige avond weer hebben mogelijk gemaakt. He, dus naast Carlo en Jan hebben we hier het wetenschappelijk comité. Onze VJ Michiel en onze DJ Henk. En volgende maand zijn we er weer met Spinoza te paard. Het wordt mogelijk gemaakt door NWO natuurlijk, die Spinoza-premie uitreikt. NRC Handelsblad, waar je wellicht de advertentie heeft gelezen. Teliac, die deze prachtige beelden straks op W24 gaat zetten. En natuurlijk het paard van Troje. Ik ben zelf van het Rathenouw-instituut. En volgende maand gaan we het hebben over zelforganisatie. Zelforganisatie. We beginnen bij de plantjes en de beestjes, waar je eigenlijk gewoon een paar domme elementjes door elkaar gooit. Als ze maar voldoende met elkaar communiceren, wop, daar komt een prachtig blad. Of een goed georganiseerde mierenhoop tevoorschijn. Daar gaan we het over hebben met Ben Scherers. En de theorie van zelforganisatie gaan we ook verder trekken naar hoe je steden inkleedt, hoe je gebouwen maakt en dat soort dingen. Geen grote plannen, je gooit gewoon van alles door elkaar en het gebeurt vanzelf. Eigenlijk ook een beetje zoals ik hier doe. Goed, ik hoop je volgende maand weer terug te zien. Tot dan. APPLAUS